Dit heeft ongeveer mijn hele middelbare schoolcarrière verpest, omdat ik alleen nog maar dit wou lezen en wou tekenen. En dat was One Piece. Het is echt een bizar lange serie. Zoals je kan zien, zitten ze al bij 84 hier, maar voor mij zijn ze al over de 100 delen heen. Maar dit heeft echt heel erg in mij de passie voor stripboeken losgemaakt. Na het ontwaken van haar passie op de middelbare school ging ze dan ook naar de Willem de Koning Academie in Rotterdam om illustratie te studeren. Op die manier wist zij de passie ook echt om te zetten in haar werk. Want deze week is haar eerste stripboek uitgekomen. Dat is best wel surreal. Het voelt nog steeds een beetje alsof ik nog... Het is gewoon echt bizar. Ik heb me twee jaar lang opgesloten in mijn huis en nu opeens is er echt een boek. En dat is zo... Ik kan het niet echt beschrijven in woorden. Ik weet ook nog niet of het helemaal is doorgedrongen. Het gaat eigenlijk over een heks. En die heeft controle over een bos. En daar in dat bos worden mensen een soort van opgenomen als haar kinderen, om het zo maar te noemen. En die worden een soort van beschermgeesten van dat bos. En het gaat eigenlijk over hoe die karakters dus... verwikkeld raken met haar en haar duistere magie. Ze sluit zich met dit verhaal aan bij een aardig rijtje Rotterdamse striptekenaars. De meest bekende misschien op dit moment is Amé de Jong van Dagen van Zand. Echt bekend in binnenland, buitenland, Frankrijk, enorm populair. Misschien dat je Kenny Rubinis toevallig kent van Dating for Geeks. Ook een hele bekende. Die heeft in de metro gestaan. Oké. Uiteraard natuurlijk de klassieke agent 327 van Martin Lodewijk. Ja, er zijn er meerdere, echt heel veel. Okay. En zij is weer een van de nieuwe op dit moment. Bij het maken van een stripboek komt heel wat meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Sterre heeft zeker 2,5 jaar gewerkt aan De Vloek van Rood. Van een half jaar onderzoek, een jaar eigenlijk schrijven en de stijl echt vastzetten en dan nog een jaar echt alleen tekenen. Dat laatste jaar was in dat opzicht ook redelijk een saai jaar. Toen zat ik alleen maar, dus zeg maar zo in mijn kamertje te tekenen. Op de bank, aan mijn studiotafel. Ik heb ontzettend veel series kunnen bingen. Want je kan dan een soort van half luisteren en kijken terwijl je aan het tekenen bent. Omdat je op dat punt ook niet meer hoeft na te denken over wat je aan het doen bent. Omdat je gewoon eigenlijk alleen maar vorm aan het uitwerken bent. Het verhaal vertelt een lesbische roman met in de hoofdrol een genderneutraal persoon. Zo is Sterre bewust aan de slag gegaan met het benoemen van dit karakter. Het was even voor mij ook mentaal even wennen, want ik was nog helemaal niet aan gewend in Nederland. Ik dacht, ja, maar als we het er nu uit gaan vertalen, dan is het heel raar om van een karakter gaan veranderen inhoudelijk, omdat we het taalkundig niet zo goed kunnen plaatsen. Terwijl als we gewoon wel die zeg maar, nieuwe grammatica of nieuwe gebruiken van grammatica doen, dan normaliseren we het ook. En dan raken mensen ook aan gewend. En als niemand dat durft doen, dan gaan we dat ook nooit gaat niemand eraan wennen. Nee. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee van dit boek.